Mark, kan jij ons horen? Ja, dat is leuk. Jij kan ons, wij kunnen jou niet horen. Maar misschien omdat de box eruit zit. Even bij de box kunnen kijken. Ik wil een mooi verhaal vertellen hoor. Ik hoor je. Ja. Helemaal goed. Maar jij kan ons ook horen dus. Ik kan jullie horen, ik kan jullie niet zien. Nou, ja, dat is een minor detail. Dat is, in Christus geval. Houden jullie het nog een beetje vol de hele dag? Ja, nee, het gaat gewoon. We zitten nu 3 uur zitten we hier. Ja. Nee, het gaat op zich best wel oké. Ik voel me wel prima. Dus, ja, mooi. En, dus jullie gaan nu al de boek in als het beste interview ooit. Want ik mag gewoon met een dekentje gewoon hier op de bank zitten en in mijn pyjama. Ik vind dat een prima plan. Ja. Ja, wat lekker hè. En je zit nu thuis. Ik zit thuis, ja. Dan zit je toch een beetje bij ons in bed eigenlijk. Dat was het idee. Volgens mij hebben al mijn collega's ook al vanochtend allemaal bedselfies gemaakt. En dat in een mooie compositie gedouwd. Dus, Wou jij het hoge noorden, klopt dat? Dat klopt, in Groningen. Ja, nou, mooi. Ja, dit zag ik ergens langskomen. Nou, welkom. Super dat we jou mogen spreken voor dit prachtige evenement. Mm-hmm. Hey, en jij bent dus de oprichter van allerlei technologiebedrijven. Maar het komt uiteindelijk allemaal neer op VoIP, hè? Dat internetbellen. Ja, eigenlijk internetcommunicatie. Dus zorgen dat bedrijven via het internet makkelijk contact met elkaar kunnen hebben. Maar het hoofdproduct dat wij leveren is gewoon zakelijke telefonie. Zodat bedrijven kunnen bellen. Mm-hmm. En wat dat betreft zijn we gewoon KPN dan leuk. KPN 2.0 of 3.0 of waar zitten we intussen? Ja, dat hou ik niet meer bij. Maar in ieder geval zijn klanten een stuk enthousiaster over ons dan over KPN over het algemeen. Ja, want dat doe je en dat is allemaal hartstikke mooi en dat gaat allemaal hartstikke goed. Maar waar je uiteindelijk, wat relevant en wat belangrijk is jij zet je ook heel erg in voor internetvrijheid. Je hebt als persoonlijk, maar ook als bedrijf, heb jij toen heel erg uitgesproken tegen bijvoorbeeld die sleepnet wetgeving. Ja, klopt. En we hebben ons in het verleden ook al, we hebben samen met een zestal andere partijen wel eens een rechtszaak gevoerd tegen de staat over de bewaarplicht die in strijd was met de Europese wetgeving, die ook gewonnen. Ja. Heel wetsartikel laten schrappen wat dat betreft. Dus nee, daar zijn we vocaal over. We zijn altijd heel erg bezig geweest met vrije communicatie. En volgens mij, als je vrij wil kunnen communiceren met elkaar, dan moet je weten dat je daarin niet gehoord wordt door anderen, als je dat niet wil. En op het moment dat je gaat lopen sleepnet, heb je die garantie niet meer. En daarmee boek je in op vrijheid. En volgens mij mag dat nooit zo zijn. Maar kan je misschien uitleggen wat voor mensen die kijken denken, ik heb geen idee waar het over gaat. Wat zijn die sleepnetten dan precies? Stel je voor dat er bij mij in de straat iemand woont die onder toezicht staat van justitie. Dan zou een sleepnet ervoor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld al het internetverkeer en telefonieverkeer van mijn wijk of de stad Groningen naar bijvoorbeeld Turkije wordt gemonitord. Ja. Dat laat die wet toe. En om dan één iemand dan te kunnen volgen, houden ze dan op dat moment ook mijn informatie, gaan ze afluisteren. En die wordt doorzoekbaar gemaakt. Maar Mark, terwijl ik daar helemaal niks mee te maken heb. Maar Mark, dat is ook een Nederlandse wet, dus dat is omgeven met allerlei checks en balances. En dan moet de rechter aan te pas komen. En is daar dan niet in voorzien dat dat allemaal dat niet over één nacht ijs gaat, zo'n beslissing? Nee, maar wat de vraag eigenlijk hier is A, werkt het? Dus, de NSA heeft volgens mij een van de grootste budgetten om dit te doen. Die geven daar jaarlijks 10 miljard aan uit. En die zeggen in 2 onafhankelijke onderzoeken, het werkt eigenlijk niet, sleepnetten. Mm-hmm. Dus A, het is niet effectief. En B, waarom is het dan niet effectief? Omdat je te veel data krijgt of zo. Je krijgt te veel data. En, dus dan kan je nooit en te weinig mensen er misschien mee pakt. Ja, en alle mensen die tot nu toe een aanslag hebben gepleegd, stonden al onder toezicht of waren al bekend bij justitie. Ja. Dus als je je focus nou legt op het beter monitoren van die groep in plaats van het sleepnetten, volgens mij hadden we dan heel veel kunnen voorkomen. Ja. En de vraag is daarna, ik denk dat je privacy nodig hebt om vrij te kunnen zijn. En privacy is nog steeds een grondwet. Veiligheid is wat dat betreft is ook in de grondwet opgenomen, maar op een andere manier. En ik denk niet dat mijn privacy wat dat betreft boven die veiligheid gaat. En ik denk ook niet dat het een tegengestelde is, maar meer op dezelfde medaille staat. Nou ja, want dat is natuurlijk het ding, hè? Je merkt met Theresa May. En laat die uitspraken laatst. Het is natuurlijk, wat jij zegt, privacy staat wellicht boven veiligheid.
Maar dat is misschien een argument waarop je in ieder geval die discussie niet gaat winnen. Omdat ik denk dat het gros van de mensen, zoals er nu in staan, veiligheid kiezen boven privacy. Wat dit is niet het een of het ander. Nee, maar dat vind ik mooi wat je zegt. Maar waarom is dat dan niet... Hoe kunnen dan privacy en veiligheid hand in hand gaan en elkaar versterken? Laten we even beginnen bij het begin. Op het moment dat je niet vrij bent om je uit te spreken. Ongeveer een kwart van de mensen die op dit moment op het internet gevonden is, heeft geen vrije toegang tot het internet. Dus die worden actief gecensureerd. Met China als groot voorbeeld. Waar ze geen Facebook hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waar ze geen Facebook hebben, geen toegang tot Google services, Wikipedia geblokkeerd, etc. Daarmee geef je mensen een heel restrictief wereldbeeld en tast je eigenlijk de gelijkwaardigheid aan. En er is heel veel onderzoek gedaan naar dat gelijkwaardigheid een van de meest belangrijke factoren is voor een gezonde maatschappij. Juist doordat ik private gedachtegoeden kan hebben, kan ik in protest komen als ik ergens tegen ben. Als ik bijvoorbeeld vind dat mijn regering het niet goed doet. En kan ik een natiestaten eventueel ook omverwerpen op het moment dat geen democratische natiestaten zijn. En ik vind dat het wel democratisch zou moeten zijn. Maar in feite zeg jij dus dat privacy superbelangrijk is voor een vitale democratie, voor de werking daarvan. Een vitale democratie bestaat alleen bij privacy en bij vrijheid. En hoe zie je dat in de afgelopen jaren? Want er is zo'n sleepnetwet die nou in Nederland is aangenomen. Andere landen die ook de duimschroeven aandraaien. Ja. Mm-hmm. Gaat het de verkeerde kant op of zie je ook wel tegenbeweging? Ja, het loopt ook heel hard de verkeerde kant op. Nee, het loopt echt alleen maar verder de verkeerde kant op. Je ziet iedere keer dat er een heel klein stukje wordt gewonnen en dat we daarna eigenlijk twee stappen terug doen. Mm-hmm. Dus een goed voorbeeld is nou gisteren stond er een artikel, werd gepubliceerd over dat de internationale veiligheidsdiensten graag willen dat alle telecom- en internetoperators hun informatie in een centrale database stoppen, zodat zij daar makkelijk informatie uit kunnen halen. Tenminste, dat is één van de drie oplossingen die ze aanbieden om sneller tot opsporing over te kunnen gaan over landsgrenzen heen. En in Nederland lukt het de politie al niet op dit moment om fatsoenlijk met die data om te gaan. Dus ze houden aan de regels die daarvoor gesteld zijn. En sterker nog, volgens mij gaan ze er in 2020 eruit komen. Nederland loopt hierin voorop. In heel Europa, als het Nederland nu al niet lukt, dan wordt het internationaal helemaal een drama. En wij gaan als telecom operator die data niet geven. Die geven we nu al niet in Nederland, die gaan we internationaal ook niet geven. Terwijl het heel makkelijk is om een systeem te maken waarbij land A zegt, hey, je gaat dit niet goed. Dat overdraagt aan land B. Land B laat de toetsing plaatsvinden en zorgt ervoor dat er volgens mij een krabbel van de officier van justitie daar bij ons een verzoek voor terechtkomt, waarna wij die data actief aanleveren aan land A. Als dat verzoek juridisch correct wordt gezien. Dat is niet een lastig systeem om te bouwen. Dat kost ook helemaal niet veel geld. Kun je ook heel eenvoudig goed beveiligen en een goede audit trail opzetten van wie heeft nou wat gedaan. Maar waarom kiezen ze daar dan niet voor? Onkunde en onkennis vooral. Er is heel weinig digitale kennis in de politiek beschikbaar. Dat zie je onder andere historisch zien bij de cookiewet. Als je kijkt naar wat de eerste versie van de cookiewet was, dat was een drama. Dat was echt, dat ging helemaal nergens over. We kregen een pop-upje wat we allemaal weg aan het klikken zijn. Niemand in Den Haag zit op dit moment achter zijn computer, klikt op de telegraaf.nl op je slaat cookies op en denkt, nou, dit hebben we even goed geregeld. Want het heeft niks veranderd. Het heeft niks bijgedragen aan meer privacy of gelijkwaardigheid voor de persoon die diensten gebruikt. Mm-hmm. En daarin zie je ook de volgende slag. De regelgeving komt er volgens mij in 2018 aan. Die loopt nu al achter de feiten aan. We moeten nu al actief vanuit de technologiewereld en de mensen hier onderzoek naar doen, moeten we al gaan bijsturen om dat te kunnen te zorgen dat die wet wel wat completer gaat zijn. Ja. Maar de technologie ontwikkelt zich veel sneller dan de regelgeving van de beleidsmakers dat eigenlijk doet. Ja, dan heb ik nog twee vragen. Eén, wat zou er dan moeten gebeuren? Nou, je zegt dat er zit niemand, ik geloof dat nu inderdaad in de Tweede Kamer niemand zit met een IT-achtergrond, wat natuurlijk voor dit soort onderwerpen een probleem is. We hebben geen minister van digitalisering, het zou super belangrijk zijn als je kijkt hoe hard de wereld digitaliseert. Ja, kom eens even met een paar korte voorstellen, dat één. En twee is, jullie bij Voice, bij jouw bedrijf, hou je daar ook rekening mee. Ik geloof dat jullie je dingen versleutelen. Maar eerst even kort een aantal concrete voorstellen wat er zou kunnen gebeuren om
Nou ja, wat zouden positieve maatregelen zijn? Je zegt al een minister van... Ik zou heel graag een minister van digitalisering zien in Nederland. Maar dit is een probleem wat we internationaal moeten oplossen. Mm-hmm. Heel eerlijk, vroeger was de kerk alle macht. Daarna kregen natiestaten alle macht. En tegenwoordig zijn het gewoon bedrijven die de macht hebben. Facebook, Google. Google en Facebook zijn machtiger dan heel veel natiestaten dat zijn. Mm-hmm. Je moet, omdat het in het internationale domein valt, moet je dat gezamenlijk aanpakken. Je moet gezamenlijke internationale regels hebben op... privacy, op bescherming van de burger daarin. Maar je zegt, je moet dat gezamenlijk aanpakken. Wie dan zijn dan ze? Ik vind onder andere dat Europa daar een belangrijke rol in heeft. Maar Europa kan dat niet alleen. Europa zal dat samen moeten doen met een Amerika. Ja. En daarin zie je onder andere bijvoorbeeld met netneutraliteit dat heel slecht gaat. Amerika neemt hele mooie regels aan voor netneutraliteit. Europa neemt daar al een afgezwakte versie van aan, waardoor T-Mobile nu al dingen mag doen die eigenlijk niet netneutraal zijn. En waarvan we ook allemaal weten dat ze niet Spotify, netneutraal zijn. Spotify blijven aanbieden, gaat het erover. Mm-hmm. Als je bundel leeg is, dat je nog steeds op Spotify kan. Spotify kan luisteren, alleen als ik een nieuwe muziekdienst start, als start-up, zit ik daar niet standaard bij. Sterker nog, in de toekomst acht ik het zeer waarschijnlijk, want dat gebeurt in Amerika ook al, dat ik moet betalen om dat lijstje te komen staan. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk, dan sla je innovatie helemaal dood. Want alleen de grote partijen kunnen dat betalen en iedere nieuwe speler heeft daarmee geen speelveld meer. En in Amerika hadden ze dat redelijk voor elkaar met die netneutraliteit, maar die wetgeving zijn ze nu ook aan het afzwakken. Nou, je moet in dat soort zaken moet je echt internationaal optreden. Ja. Hoe bescherm ik mijn burger? Hoe gaan we om met het profileren, het maken van profielen van bedrijven? Hoe controleren we of bedrijven zich aan die regels houden? Daar moet je echt veel proactiever mee zijn. Ja, ja. We gaan moeten langzaamaan afronden. Ik heb nog even één vraag, want jullie bij Voice, bij jouw bedrijf, jullie verkeer wordt wel versleuteld, hè? Dus ik geloof ons verkeer wordt gesleuteld, maar niet end-to-end. En daar zijn we ook heel eerlijk over. Dus het verkeer wat bijvoorbeeld, we hebben heel veel advocatenkantoren die er gebruik van maken, of internationale technologiebedrijven die niet willen dat die gesprekken afgeluisterd worden, die versleutelen hun verkeer. Maar op het moment dat de overheid zegt, we willen dit gesprek afluisteren, dan is dat bij ons nog steeds gewoon mogelijk, want aan die wetgeving moeten wij gewoon voldoen. Ja. Het een sluit het ander niet uit. Wat we niet doen is zwakkere encryptie toepassen op die lijnen. Dus die lijnen zelf hebben een hele hoge encryptie, alleen tot op onze infrastructuur. En vanuit daar is de volgende lijn ook weer geëncrypt. Maar bij onze infrastructuur is het tijdelijk eventjes leesbaar voor bijvoorbeeld afluisterdoeleinden, maar ook bijvoorbeeld om gespreksopname mogelijk te maken. Mark, dankjewel. Wij gaan afronden. Jij kan ons niet zien, hè? Nog steeds niet. Nee, maar ik heb jullie net de hele tijd gevolgd. Ik vind het fantastisch wat jullie doen. Erg leuk om te volgen. Ik heb nog één vraag. Je bent nog net niet van ons af. Ik heb één vraag. We hebben hier, zoals je misschien ook gezien hebt, een heel groot bord. Waarop we al onze gasten, zowel fysiek als digitaal, vragen om een boodschap daarop te schrijven. Naast me zit Christel en die gaat jouw handschrift nadoen. En die gaat voor jou een boodschap erop schrijven. Ja. Welke boodschap mogen we achterlaten op ons grote bord? Ja, dat overval ik misschien een beetje mee. Dat privacy en vrijheid op dezelfde kant van de medaille staan. Privacy en vrijheid staan op dezelfde kant van de medaille. Vind ik een ontzettend mooie. Ik wens jullie heel veel sterkte vandaag. Ja. En ik hoop vooral op heel veel extra donateurs. Ja. Dank je. En ook bedrijven. Als er bedrijven luisteren, doe dit als bedrijf. Kun je veel meer geld geven. Geld misschien wel voor meerdere donateurs. Ja, top. Hartstikke bedankt. Nou, ik geloof dat het goed gaat met de donateurs, maar het kan altijd beter. Heel goed. Succes verder vandaag. Hey, dankjewel. Dank. Groeten. Hoi. Hoi.